Hallo, welkom bij deze video. In deze video ga ik jullie vertellen hoe het mij bevalt om te studeren bij het NTI. Via het NTI. En een klein beetje over de overstap van MBO naar HBO. Ik heb daar zelf opgezocht toen ik een HBO-studie ging doen. Allemaal filmpjes en op internet dingen bekijken van mensen die daar iets over zeiden. Want ik had er totaal geen beeld van hoe die overstap zou zijn. Daar ga ik een klein stukje over vertellen, zodat de mensen die daar misschien op zoeken of in de toekomst mogelijk dat gaan doen, daar een klein beetje aan hebben. Vast niet veel, want het is, iedereen zegt vast wel weer een beetje wat anders. Maar dan hebben jullie mijn mening ook even gehoord. Is dat lief? Hoi. Ja, schatje. Afgelopen vrijdag had ik weer een bijeenkomst van school. Het was toen 15 september. Kom, Boris. Kom hier. Het is nog vrij vroeg. Vandaag neem ik jullie mee naar Utrecht. Dat had ik altijd nog een keertje beloofd. Het is zover. Jullie gaan mee. We gaan zo eerst naar Groningen met de trein. En daarna hebben we nog twee treinen en een bus. En dan is het tijd voor een bakje koffie. Maar dat duurt nog een paar uur. In Utrecht, Maarsen om precies te zijn. Het was gewoon weer zo'n lange reis. Het ging gelukkig allemaal voorspoedig, want er kan natuurlijk ook van alles misgaan in zo'n reis. Vorige keer op de terugreis moest ik met de trein omrijden omdat er een wissel kapot was. Gelukkig heb ik dat soort dingen nog niet op de heenreis gehad. Ik ben altijd lekker op tijd. Ik kan ook net één trein laten nemen, maar dan ben ik net een minuut te laat of zo. En als er dan iets tegen zit, dan ben ik veel te laat. Dus vandaar dat ik lekker op tijd ben, kan ik nog een mooi kopje koffie drinken.
Dit was de derde keer achter elkaar, volgens mij. Dus afgelopen vrijdag, de keer daarvoor en de keer daarvoor ben ik heen geweest. En dat was allemaal voor één module, dus voor één onderwerp. En daarvoor moesten we een boek lezen. En nog een andere extra ding, een reader, volgens mij. En dan is het komende week eigenlijk de toetsweek. En dan moet je binnen 4 weken de toets maken als je een gratis herkansing wil kunnen krijgen. Want anders kost het wat. En niet een beetje, maar 100 euro. Wat we die dag dus hadden gedaan. We hadden eerst de bespreking van het hoofdstuk uit het boek. Toen hadden we even een hele korte pauze. Dat je even koffie kan halen, een rondje lopen. En toen kwamen we terug naar klas. Toen gingen we daarmee verder. Toen hadden we een middagpauze. En toen gingen we weer daarmee verder. Met waar we eerst mee bezig waren. Dus al die hoofdstukken bij langs gaan. En toen... volgens mij hadden we toen nog een keertje pauze. Of niet. Nou, ik weet niet. Ja, volgens mij wel. We hebben eerst een korte pauze en dan een middagpauze. En 's middags vaak nog een korte pauze. Ligt wel even aan, laten we altijd klaar zijn. Maar in ieder geval, een normale dag is dat van officieel van 10 tot 4, volgens mij. Maar, en toen hadden we dus ook even geoefend met het tentamen. Dus dat we een aantal vragen kwamen kijken wat je al weet. Kijken wat een beetje verwacht op de toets. Dat is wat je dan doet. Dus dat is wat we de dag hebben gedaan. Dan zal ik nu eerst even vertellen over de overstap van mbo naar hbo. Op het mbo had ik volgens mij niet eens een boek. Dat zal ook bij opleiding verschillend zijn. Ik deed muziekopleiding. Ik had 1 boek. Maar die heb ik ook niet gelezen volgens mij. En dat was voornamelijk in de eerste 2 jaar, zover ik het nog weet, dan vond ik het best wel veel praktijkgericht. Ik had eigenlijk verwacht dat het mbo een beetje was zoals het hbo was toen ik van de TL afkwam. Want ik heb TL gedaan. En toen dacht ik van, dan ga ik nu iets kiezen wat ik leuk vind, zoals muziek. En ik had wel verwacht dat je daar wat praktijk moest doen op het mbo. Maar ik vond het best wel veel. Ik had namelijk verwacht dat we gewoon heel veel boeken hadden. Want op de TL heb je dat ook. Dan heb je wel gewoon allemaal vakken en boeken en dat heb je allemaal nodig. En dan moet je je huiswerk uit doen en een beetje uit leren. Dus ik had verwacht dat het op het mbo minimaal zo was. Maar dat was dus heel anders. Dus dat voelde voor mij heel raar. Want ik had verwacht dat het was zoals het hbo. Dat je, tenminste ik wist toen niet wat hbo was. Maar mijn verwachting was dat je dus allemaal boeken had per vak op het mbo. Waar ik naartoe ging. En dat je heel veel moest leren en heel veel moest lezen. Dat had ik dus juist verwacht. Maar dat was dus niet zo. Dus ik dacht een hele lelijke vlek daar. Dat was dus niet zo. We moesten in de eerste 2 jaar... Of ja, we hadden wel een muziektheorieboek volgens mij. Daar moesten we wel doen. En voor de rest hadden we weinig vakken. En veel muziek maken. Ik had ook nog hoofdvak. En ik ben nog gewisseld van hoofdvak op het mbo. Ik was eerst de eerste 2 jaar volgens mij was mijn hoofdvak drummen. Toen ben ik gewisseld naar singer-songwriter. In het derde jaar was het stagejaar. Dan mocht je ook zelf doen. Je mocht zelf een soort van stage bedenken en regelen. En dan moest je het allemaal bijhouden wat je aan het doen was. Dus dat was weer heel veel doen. En in het vierde jaar... Ja, ik moest even nadenken wat je ook moest doen in het vierde jaar. Maar toen had je een aantal opdrachten die je moest afronden en behalen. En ook weer die stageuren bewijzen volgens mij. De uren die je daarin had besteed. En dat was dus een beetje op het mbo. Ik vond het qua leerwerk, ik hoefde eigenlijk nooit iets te leren of zo. Dus vanuit daar, tenminste tenzij, ja, muziektheorie wel. Alleen als je dat al een beetje weet, dan hoef je ook niet heel veel voor te leren. Oh ja, en er was nog 1 leuk vak. Dat vond ik het allerleukste vak van de hele opleiding. En dat vond ik, didactiek was dat. Dat vond ik een heel erg leuk vak. Volgens mij heb ik het 2 keer gevolgd. Omdat ik ben een keer blijven zitten op het mbo. Ik heb, uh, ik
keer een jaar over gedaan, volgens mij. Of misschien, ja, volgens mij heb ik zelfs een jaar en een half jaar langer over die opleiding gedaan. Volgens mij heb ik dat vak dus twee keer gevolgd. Ik vond het een heel erg leuk vak. Dat gaat over, ging over lesgeven en zo. En over leren. Maar de overstap van mbo naar hbo... is dus op die manier, als je het zo bekijkt als waar ik vandaan kom, best wel groot. Omdat we nu gewoon binnen een paar weken moet je een boek uitlezen en begrijpen en onthouden. Want dan krijg je een toets. En ook niet één boek, maar nog wat extra dingetjes. En dan krijg je of een opdracht. Zoals een paper maken of een portfolio of een tentamen. Dus het gaat wel allemaal strak in één tempo door. Maar ik vind het heel erg prettig tot nu toe. Dus je moet wel veel meer lezen dan op het mbo. En veel meer leren. Ik hoefde eigenlijk heel weinig te leren. In vergelijking tot wat ik nu moet leren, hoefde ik daar nooit te leren. En ja, ik vind dit heel erg leuk. Maar de overstap van mbo naar hbo was wel te doen. Want ja, als je met moeite het mbo kan, moet je misschien die overstap niet gaan maken. Want je moet wel van leren en lezen houden. En daar hou ik van, want de boeken kwamen binnen. En dan ruik je die nieuwe geuren van nieuw leesvorm. En dat was heel erg fijn dat ik al die boeken had die me allemaal aanspraken. Want je kiest natuurlijk ook een bepaald vak met een reden. Ik zou geen hbo-studie kunnen volgen in bijvoorbeeld wiskunde. Daar kan ik niet, daar ben ik heel erg slecht in. Of op andere gebieden. Dus als je wel hbo gaat doen, is wel heel belangrijk dat je iets kiest wat je interesseert. Want je hebt behoorlijk wat doorzettingsvermogen nodig om wel te gaan leren. Vooral als andere mensen in je omgeving leuke dingen gaan doen. Maar als je iets kiest wat je leuk vindt dan en echt interesseert, dat als je weet van ik pak een boek, dan wil ik het ook lezen, ondanks dat ik eerst geen zin in heb. Dan gaat het een stuk beter dan als dat je gewoon een vak kiest. Wat je kiest... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom je iets zou kiezen wat je niet leuk vindt. Voor het geld, denk ik. Oh ja, hoe de thuisstudie beviel bij NTI, want ik doe natuurlijk niet helemaal normaal hbo, maar het is via het NTI. Dat betekent voornamelijk thuis. En ik heb daarvoor gekozen omdat ik ten eerste lesgeef, muziekles geef op, nou toen ook op vrijdag, maar nu op dinsdag, woensdag en donderdag. En ik vind het dan onprettig om voordat ik dat moet doen, bezig te moeten zijn met op school zitten of lessen volgen. Ik hou er wel van als het allemaal wat gescheiden is. Dus toen ging ik op zoek naar een thuisopleiding. Dat er wel soms een bijeenkomst is. En het moest ook voltijd zijn, want anders krijg je geen studiefinanciering. Dat heb ik nog wel nodig. Helaas is het allemaal geen lening meer. Of helaas is het allemaal niet meer dat je het krijgt. Als je je studie haalt. Ik moet het wel heel veel terugbetalen volgens mij. En ja, eigenlijk heb ik best een lelijke achtergrond uitgekozen. Ik vraag me af waarom ik hier zit. De thuisstudie bevalt me heel erg goed. Toen ik ging zoeken, dacht ik dat er ook wel in Groningen wat zou zijn. Volgens mij wou ik toen eerst op een dinsdagavond naar bijeenkomsten. Volgens mij kon dat ook. Alleen, ik moest in maart beginnen. Of, ik weet niet of dat van het NTI was dan in Groningen. Maar ik moest dus in maart beginnen, want ik was afgestudeerd in januari of februari van die vorige opleiding. Dus ik moest eigenlijk direct daarachteraan moest ik beginnen met wat nieuws. Want anders heb je een gat tussen. Dat kan, dat je in één keer gaat werken. Maar ik vond het niet handig. Dus ik ben... Gelukkig kon ik toen beginnen. En toen kon ik kiezen of ik in Leiden of in Utrecht naar de bijeenkomsten wou. Volgens mij is Leiden wat verder, dus ik koos voor Utrecht. En ja, sindsdien heb ik bijna wekelijks vrijdag een bijeenkomst in Utrecht.
En het thuisstuderen. Nou, dat gaat zeg maar zo. Ik heb op mijn laptop kan ik inloggen. Met mijn gegevens van de school. Dus van de dinges. Van mezelf. En dan heb ik daar een soort van overzicht. Met allemaal modules. Van waar we mee bezig zijn. En als je bijvoorbeeld bezig bent met sociale psychologie. Dan klik je op die module. En dan staan er allemaal dingen. Informatie, introductie, filmpjes, e-colleges, memo trainer, die niet helemaal gelijkwaardig is aan de toets, maar je kan daar wel in ieder geval die vragen die daar voorbij komen, die kan je daar trainen, zodat je dat in ieder geval weet. Dus dat is heel erg handig. Je kan daar ook volgens mij praten en berichtjes sturen, maar dat heb ik nog niet gedaan. En ik kreeg in het begin een bericht van mentor, die onlangs veranderd is trouwens. En die stuurde van, dan beginnen jullie, hier is een studiewijzer, daar is een lesrooster. En ja, zo gaat dat. Dus ben ik veel bezig thuis. Ja, bij vlagen. Vandaag moet ik eigenlijk ook bezig, maar ik ben het filmpje aan het opnemen. Het is nu maandag en komende vrijdag hoef ik niet meer omdat het eigenlijk toetsweek is, dus ik kan de toets gaan plannen. Ik ben nog niet helemaal klaar met leren en lezen. Dus het voelt een beetje rot dat je een toets moet inplannen terwijl je nog niet helemaal klaar bent met leren. Maar ja, als je hem nu binnen 4 weken doet, dan... trouwens, ik kan hem ook wel plannen voor over bijvoorbeeld 2 weken. Dan doe ik hem alsnog binnen 4 weken en dan heb ik nog steeds de gratis herkansing. Waarvan ik hoop dat ik die niet nodig heb, maar dat gebeurt gewoon. En de herkansing kost €100 als je hem niet gratis krijgt. Dus. Volgens mij heb ik zo al genoeg verteld. Ik denk dat ik er nog een beetje in ga knippen. Dus jullie zien nog minder dan dat ik eigenlijk aan het praten ben. Ik heb de camera aangezet en daar ging ik. Dus ik heb heel veel informatie verteld. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Als jullie nog vragen hebben, iets wat ik niet heb verteld, zou kunnen. Ik ben nog niet zo lang wakker. Dus ik ben nog niet helemaal erbij. Maar stel je vragen hieronder als je een vraag hebt over bijvoorbeeld de locatie of de leraren, de docenten. Ik heb nu 3 verschillende gehad volgens mij. Of over de toetsen of over de overstap van mbo naar hbo. Ja. Dat is eigenlijk alle informatie die ik heb. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om even te kijken hoe die reis gaat. Want ik had niet heel veel filmen van de les. Dat is een beetje vreemd. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot in de volgende video. Doei!